in de basis een ontzettend lieve hond. Alleen het is wel een intense hond. Ik sta af en toe gewoon met mijn hand in het haar, wat ik ermee moet. Voel ik me een beetje machteloos. En ja, weet je, dan laat je het maar. Want... Waarom voel je je machteloos? Wat gebeurt er precies? Nou, hij doet, wat hij doet aan de riem, met name aan de riem, is het een hond die voornamelijk als er andere honden aankomen, dat hij ja, trekt, blaft, op een grond. Maar goed, dan is het een stukje uit de auto komen. Nou, dat heeft me al een paar hechtingen gekost. Wat is de dynamiek op zo'n moment tussen jullie? Ja, ik weet niet, dat vind ik heel lastig te benoemen. Hij komt uit de auto en hij gaat plat op de grond. En eigenlijk komt hij ook meteen weer omhoog. En daar heeft hij mij bij vorig jaar, afgelopen winter, heeft hij mij daarbij... Kijk, wat voor plek is het? Ja, er waren toch 3 hechtingen. Wauw. Ja. Hij pakt mij. Hij liet ook meteen weer los. Maar het was net eventjes dat draaien van mij ook, met mijn jas en een precies... Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik hoef niet goed te praten. Het is gewoon gebeurd. Ja, dat vind ik niet zo'n leuke momentje. Het stukje uit de auto halen, dat hij daar dan... Net ging het hartstikke goed. Maar als er andere honden zijn... Ik wacht echt tot iedereen weg is, hoor. Ja, anders haal ik hem niet uit de auto. We gaan het wel zo even aanpakken, kan ik je vertellen. Ja. We hebben heel veel honden nu en... Ja, perfect. Dus dat doen we eind van de sessie, doen we dat. Ook op puppycursus hebben we al problemen met hem gehad. Hè? Want hij was voor voerbeloning, hij doet het gewoon niet. Nou, neem niet weg, we hebben thuis al geoefend. Thuis zijn er, ik denk dat er prikkels zijn van buitenaf. Dat hij daar, hij komt dan in een bepaalde focus en ik krijg hem daar gewoon niet uit. Ik zou niet weten hoe. Frikandellen tot pannenkoeken tot zalm, ja, alles. Ja. Ja. Nou, en daar komt nog bij dat ik, het ging redelijk eigenlijk. En 2 jaar geleden belandde ik zelf in een burn-out. Ik denk dat hij daar toch een tikkie van mee heeft gekregen. Het is best wel een onzekere hond ook af en toe, vind ik. Wat wil je vandaag precies komen leren? Wat ik graag wil leren is hoe ik mijn hond uit die focus kan halen en hoe ik de focus bij mij kan houden. En dat we samen gewoon een normale wandeling kunnen maken. En normaal in de auto. Dat zou wel heel fijn zijn. Ja, nou, dan zit je goed. Ja, bedankt voor je openhartigheid en je verhaal. Super tof. Sommige mensen die willen daar heel gauw doorheen. Ik vind het maar wat ongemakkelijk. Maar ik vind het fijn om heel uitgebreid te horen waarom je hier zit. Dus dankjewel daarvoor. Ja. Tof. Leuk. Wanneer de eigenares bij Mac in de buurt was, liet hij niets toe. Het heeft te maken met haar spanningen, die je ook in de volgende beelden ziet. Jullie hebben Zoe haar verhaal gehoord en er heeft zich veel voor gedaan, waardoor er heel veel spanningen zijn opgebouwd. Spanningen die ieder rond aanvoelt. Hou de riem maar met 2 handen vast, Zoe. Het wordt tijd voor verandering. Mijn naam is Lede Zelstra en ik coach de eigenaar achter de hond. Wanneer je zelf in verbinding staat, kom je dat ook met je hond. Zoe nam de riem over en Mac verviel direct terug in oud gedrag. Ik nam de riem natuurlijk ook meteen over om Mac te helpen ontladen. Na het schudden gingen we het herhalen, alleen dan met de gecoachte en zelfbewuste Zoe. Ik vertelde haar precies wat maakt dat het nu wel lukt. Na de hal moest Zoe door haar angsten heen om met Mac te wandelen. Na de emotionele ontlading kon ze alle spanningen loslaten en met haar kanjer van 60 kilo in rust wandelen en de Lady-methode in praktijk uitvoeren. Uiteraard zijn we ook het probleem met het uit de auto laten stappen gaan aanpakken. Zolang die jouw riem nog niet heeft, is er niks aan de hand. Dus dat is heel mooi om te zien. Oké, je mag nog eerst in de auto doen. Eerst in de auto. Kom in de auto. Jij wilt dat, je doet dat ook.
Zo is heel diep gegaan en is geen confrontatie uit de weg gegaan. Haar onzekerheid werd haar zekerheid. Snap je wat je moet doen nu? Mag ik hem nog één keer doen? Ja, om af te leren. Ja, die vindt het leuk. Ja. Staat heel veel op het rijstje. Ja, die gaat niet aan. Die heeft helder gezocht. Ik ga dadelijk meteen naar de hondenuitlaatplaats. Het is spannend, maar ik vond het echt tof. En ja, heel eerlijk, die hond heeft nog nooit zo naast mij gelopen. En mag ik een applausje voor haar? Hey. Ja, man! Ja, want er is veel los bij gekomen. Super knap hoor. Mooi. Ja, ik vond het echt. Ik vond het echt intens. Ja. Spannend ook omdat hij dat nibbelen doet. Weet je wel hoe ver gaat hij? En... Maar ja, eigenlijk heeft hij het hartstikke goed gedaan. Dus ja, ik ben ook wel trots op hem. Ja, ik vond het echt. Ja, ik ben heel blij. Ja. Leuk, je raakt me. Ik vind het mooi om te zien. Ja. Goed gedaan. Ja, gek hè, dat het zoveel losmaakt. Nee, dat is meer dan logisch. Ja. Dat het begon al toen ik je op je ademhaling ging wijzen. Hup, de training kwam los en je emotie ook. Ja. Wat vond je het meest intense? Ja, dat als ik zo bij mezelf, als ik naar mezelf ga, dat hij daarop reageert. Ik moet hem daarin sturen, ik moet hem dat vertrouwen geven. En dat hij gewoon heel gevoelig rond is eigenlijk ook. Die dat zo oppakt. Hij is meer dan een Corner Collie met bijna 60 kilo. En als je daar doorheen kunt kijken, ook als hondeneigenaar, want je ruimt natuurlijk beïnvloed door alle oordelen van andere mensen. Oh, daar heb je weer zo'n herdershond. Oh, daar heb je zo'n Corner Collie. Let it go. Je weet beter nu. Ja. Maar fijn dat je hebt deelgenomen. Ja, zeker weten. Mooi om te zien lachen en huilen tegelijk. Ja, ja. Absoluut. Dankjewel. Ja. Fijn. En zou je het andere mensen adviseren om deel te nemen? Ja, zeker. Ik ga de vriendin van mij die me hierop gewezen heeft, die ga ik ook echt heel erg bedanken. Dat ze dat gedaan heeft. Nou, ik zal de video's blijven posten. Ja, moet je zeker doen. Leuk om te horen. Ja. Dankjewel, Zoe. Ja, hi, mijn naam is dus Lady Zelstra en ik coach de eigenaar Achter de Hond. En zojuist hebben we allemaal ontzettend mogen meegenieten van de deelname van het groepsconsult van Zoe en Mac. Geen enkele hondeneigenaar wil genit worden door zijn hond of uitvallende en trekkende wandelingen maken met alle gevolgen van dien. De Lady-methode valt en staat met zelfbewustwording, zelfreflectie, de juiste mindset en energie. En de reden waarom ik deze video zo vaak deel en ook heel graag deel, is omdat ik wil dat hondeneigenaren inzien dat je alleen met je hond kunt vipen en kunt verbinden als het vanuit gelijkwaardigheid gaat en niet vanuit onderdrukking en dominantie. Daarnaast wil ik dat hondeneigenaren die de hoop zijn verloren inzien dat er echt nog wel hoop is. Alleen moeten ze dan zelf de stap maken om hulp te gaan vragen. Dus herken jij in deze beelden of in het verhaal van Zoe, want de uiting aan de riem kan altijd anders zijn, weet dat de Lady-methode dan op jou staat te wachten. Maar misschien ben je zelf wel een hondenliefhebber of een hondentrainer en wil je heel graag zelf de Lady-methode onder de knie krijgen. En dat kan. Je kunt namelijk een dag met mij meelopen waarin ik je alle tools ga meegeven en vooral ga laten ervaren hoe je de Lady-methode in praktijk kunt brengen en vooral kunt overbrengen op andere hondeneigenaren. Ben je nieuwsgierig? Stuur gerust een mailtje of ga even kijken naar mijn website. En onthoud heel goed, wil je verandering? Dan begin je bij jezelf.